Kees doet meestal, als iemand een interview doet, weet Kees de looprichting precies. Ja. Waar je langs moet lopen om in beeld te komen. Nee, maar daar zit wel wat achter. Kijk, Kees is natuurlijk 40 jaar lang, 30 jaar lang, een enorme vreemdgaande geweest, weet je wel. Dus die heeft nu... Nee, ja, maar dat is zo. Dat ga je toch niet weer vertellen nou, Tom? Ik zeg toch niks nieuws? Nee, dus die... Nee, je zegt niks nieuws, het klopt ook, maar het is wat ongebruikelijk dat je het op tv zegt. Dus Kees is een enorme vreemdgaande geweest. Dus die heeft nou tegen zijn vrouw gezegd, ik zit in Hoenderloo. Ja. Niemand gelooft dat. Dus zij zit de hele dag voor de televisie te kijken... Of Kees er is. Of Kees er is. Ja. Weet je, ieder moment dat Kees even, dan belt hem gelijk op. Kijk, nu is zijn vrouw. Nu is zijn vrouw gerust, want met Louis gaat hij niet naar bed. Nee. Conchita zou hij nog wel doen. Hou viezerik die Kees. He? Die maakt helemaal niet uit. Kees die hoopt altijd dat wij leuk beginnen aan dit programma. Ja, en die haakt net als Louis. Nee, maar Kees zegt tegenwoordig, ik kijk niet meer. Kijk Kees, nee. Waarom niet? Nee, Kees kijkt niet meer. Maar hoort hij het wel, denk je, of niet? Nou, hij hoort natuurlijk het via-via, maar ik hoor in de wandelgangen dat hij niet meer kijkt. Nee. Er is natuurlijk wel een die eens een keer gezegd heeft van... joh, ik weet een leuk restaurant, schrijf even je nummer op. Nee. Nou, kom op, hé. Wat heb jij voor zakkenwassers geïnterviewd, zeg? Schrijf het uit. Wegkamp. Zij kies al die zakkenwassers eruit, man. Pires. Lul. Nou, kijk, voetbal AUB. Kees Jansma. Ja. Ja, die heeft een nummer al, denk ik. Ja, die was al met een auto voor haar aangekomen. Denk je niet? Casey. En ook op het als voetballer word je toch een keer geil in 6 weken. Ja? Nou, sommigen hebben daar nog geen 6 uur voor nodig. Zelfs daar zo'n training van Vergaal dan? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Oei, oei, oei. We gaan even want kijken. Kees je vrouw heeft hem. Kees heeft een enkelband. Hetzelfde als Volkert van de Graaf, die heeft zijn enkelband. Ja, en die zit niet op zijn enkel, hoor. Als Kees er wel uitgezet had. Als hij het nog niet uit had gezet, dan heeft hij het nu wel gedaan. Drie goed in de toto. Ik ben naar Brunsum gereden, Wilfred. Ja? En ik was wat later, dus een pleuren zijn niet te geloven. Ja. Dus ik even gas geef. Daar heeft Kees toch ook nog een vriendin gehad, daar in die buurt, of niet? Dat is niet. Ja. Ik weet niet of het waar was, maar Kees heeft wel eens tegen mij gezegd. Nee, niet doen. Nee, die had. Kees springt nu voor de trein. Maak hem maar af dan ook, ik bedoel. Nee. Kees zei dan, zat zo'n Limburgs accent. En dan zat ze in de auto en dan zei ze... Kees, zet hem op een P en spuit me vol. Maar ik was aan het vertellen. Ik was in dat Brunsum en ik... Ik durf geen plaats meer te noemen, want Kees heeft het verkeerd gehad.